Jan, wat was jouw plan voor Almere? Mijn plan was eigenlijk een bijdrage te leveren aan die veelzijdigheid. Dat spannende project van Almere. Ik dacht, wanneer krijg je nou de kans zo'n grote stad in één keer mee te helpen bouwen? Dat was mijn plan, om daar een bijdrage aan te leveren. En hoe ging dat? Dat was een hele spannende tijd. Ook met de collega's van het projectbureau en met de hoofddirectie van de Rijksdienst, waar ik ook allerlei opdrachten voor kreeg om zowel qua planning als qua woonruimteverdeling en later ook, een paar jaar later ook de sociale woningbouw op te zetten en uit te breiden. Er waren allerlei spannende avonturen mee, financieel en technisch. En ik had altijd al een beetje het gevoel, ik moet de uithoeken van het speelveld opzoeken. Proberen de uithoeken van het speelveld op te zoeken, zodat je spullen erin kunt bereiken en dat je daarmee het principe was, we bouwen een stuk van de stad. We bouwen niet alleen maar huizen, we bouwen een stuk van de stad. En hoe zag het eruit? Wat was een soort grondplan? Het basisplan was natuurlijk heel spannend. Dat was het uitgangspunt van de tuinsteden, de Garden Cities van Ebenezer Howard en de Siedlungen die in Duitsland gebouwd zijn. Bodo Tout, dat waren belangrijke inspiratiebronnen voor mij, zowel qua architectuur als stedenbouw. En daar kon je mee, op die basis kon je verder werken. En dat vond ik het spannende. Niet alleen maar recht toe recht aan huizen bouwen, tegendeel. Huizen bouwen, voorzieningen realiseren, maatschappelijke voorzieningen. Allerlei maten en soorten van huizen, huur en koop, goedkoop en duur. Dat was de opgave die we hadden. En daar heb ik ook heel veel steun van gehad. Van mensen als Dirk Frieling die mij daar enorm aan stimuleerde. En wat bezielde jou? Nou, wat mij bezielde was eigenlijk de uitdaging om zeg maar een dergelijke grote stad met al zijn maatschappelijke vraagstukken, om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. En dat vond ik een hele bezielende opgave. En het bijzondere vond ik wel, dat je ook het resultaat daarvan zichtbaar kon laten maken. Ik kan het zelfs aanraken, datgene waar ik mee bezig ben geweest. Ik kan het zien en ik kan door de wijken fietsen. En sommige projecten denk ik goed gelukt. Andere denk ik, nou, had wel beter gekund. Maar ja, zo gaat het. Dankjewel.